Hallo allemaal, welkom bij de weekreading van de week van 15 juli. Deze week staat energetisch gezien in het teken van kiezen voor je eigen leven, waardoor je kracht verder kan gaan groeien en ook de overvloed in je leven verder kan gaan groeien. En dit is verbonden met het doorwerken van de belemmerende overtuiging dat als je jezelf goede dingen gunt, je de ander ook geen goede dingen kunt gunnen. Of als je zelf veel hebt, dat je dan niet kunt geven. Of dat je een ander tekort doet als je zelf veel hebt. Of dat je de ander het geluk niet gunt als je zelf gelukkig bent. Of dat jouw geluk het geluk van de ander kost. Dus ten koste gaat van het geluk van de ander. En door die belemmerende overtuigingen zijn we eigenlijk heen aan het werken. En voor iedereen zal die er iets anders uitzien natuurlijk. Zodat we eigenlijk allemaal nog meer kunnen gaan genieten. Eigenlijk die mensen alle die volgende stap mogen kunnen zetten. Dat is de onderliggende rode draad van ons allemaal in verbinding met elkaar. Als we kijken naar hulpmiddelen, niet wetenschappelijk bewezen, alleen maar omdat het leuk is en gewoon leuk is om van te genieten en mee te werken, zou ik gaan qua edelstenen voor de tijgeroog. Tijgeroog is een steen die ook zelfvertrouwen en kracht voedt. Kan voor sommige mensen iets te intens zijn, omdat hij kan wat duwend zijn. Dan is bijvoorbeeld een rode jaspers fijn of ook een sodaliet is dan een fijne vervanging. Maar tijgeroog, juist door die pit, vind ik het een hele mooie passende steen bij deze week. En ik zou voor de geur van sinaasappel gaan, omdat dat energetisch gezien verbonden is ook met zelfliefde. En voor je eigen leven kiezen doe je natuurlijk het liefste, of dat zouden we mogen doen, vanuit liefde voor onszelf en liefde voor het leven. Dus vandaar de geur van sinaasappel. Qua bijzondere energetische dagen hebben we deze week geen poortdagen. Dus geen dagen waarop de sluiters ons en het universum nog net wat dunner is, volgens de oorspronkelijke Maya-kalender. Maar we eindigen deze week wel met de volle maan op 21 juli. En de energie van deze volle maan, die nodigt je eigenlijk uit, als je ermee wil werken natuurlijk, om dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent los te laten. Dus dingen die je niet op kunt lossen. Dingen die niet van jou zijn. Die van de ander zijn. Dingen ja, die je eigenlijk helemaal niet op je bordje hoort te hebben als we gewoon eerlijk zijn. Die loslaten. Zodat er ruimte ontstaat voor de dingen die wel jouw verantwoordelijkheid zijn. En waar je wel mee wil werken. Dus het is eigenlijk een wisseling in taken. Taken loslaten die niet van jou zijn en waar je eigenlijk ook niks mee kunt. Zodat je dingen op kunt gaan pakken waar je wel wat mee kunt. En wat eigenlijk ook wel fijn is als je dat doet. Omdat het eigenlijk wel past als je dat doet. En dat kan wel een klein beetje confronterend zijn. Want dingen die wel bij ons horen om te doen, hoeven niet altijd even leuk te zijn. En het is ook loslaten als je zegt, hé, dit is niet mijn taak. Terwijl je het idee hebt van, oké, maar hoe gaat het dan verlopen als ik het niet doe? Een stukje vertrouwen vraagt dat ook in anderen en in de omgeving vaak. Dus daar kunnen wat knelpunten in naar voren komen. Goed, dat uitgelegd hebbende lijkt het me fijn om natuurlijk nog even aandacht te besteden aan de kaartlegging. Er valt gelijk een kaartje uit, dus dat is makkelijk. Een aanvullende boodschap. Eens even kijken wat de kaartjes aanbieden. En daar onze intuïtie over laten spreken. Het eerste kaartje wat eruit kwam voor deze week is doorbraak. En dit is ook een vraagstuk, eigenlijk of sluit aan bij een vraagstuk wat ik bij de voorbereiding van deze week energie had. En dat is van, hey, ik heb ergens weer het gevoel dat ik toch weer tegen een soort glazen plafond aanloop te tikken. En ik weet dat we een visuele cirkel zijn of hebben doorbroken de afgelopen maanden, in juni vooral. Maar ik heb ergens het gevoel dat de energie weer loopt te pingelen bij gebrek aan een beter woord. En ik denk dat dit kaartje aangeeft van, hé, dat klopt. Maar je bent door aan het werken naar die volgende stap. Dus, en op het moment dat je tegen een volgende stap aan zit, dan heb je vaak ook het gevoel dat je ergens tegenaan zit te hikken. Dat je een soort energetische muur voor je snuffert hebt. Dus daar ben je doorheen aan het bijtelen. Dat klopt. Zo zou ik die vertalen in ieder geval voor deze week. Dus even kijken of we daar nog iets moois bij toe kunnen voegen. Ja, dat kunnen we zeker.
twee kaartjes zelfs. Het eerste kaartje is wees aardig voor jezelf. Die koppel ik eigenlijk gelijk aan de volle maan. Energie met die verantwoordelijkheden loslaten. Die belemmerende overtuigingen waar ik het net over had. Van, ja, dit zijn geen... Ik zeg het wel wat makkelijker nu. En ik maak er nu niet zo'n heel groot zwaar ding van. Maar die belemmerende overtuigingen waar we mee te maken hebben. Zowel door de weken energie als door de volle maan energie. Ja, dat kan best wel heel erg pittig zijn. En kan vooral een soort van rouwproces triggeren. Het is geen rouwproces, maar wel een soort van, en misschien een stukje teleurstelling daarin. En ook een gevoel van, ik doe het misschien niet goed genoeg. Dus het kan best wel veel gevoelens triggeren. En door gevoelens kun je het beste heen werken als je daarbij compassievol voor jezelf bent. Wel motiveren natuurlijk om door te gaan. En motiveren om jezelf bij te staan en te helen. Maar wees wel aardig voor jezelf, want tegelijkertijd is dit dus niet niks. En het laatste kaartje is perfecte omstandigheden. En daar ben ik blij mee, want die voegt tenminste echt wat toe. Voor mij dan. Perfecte omstandigheden is een kaartje wat ik eigenlijk altijd trek als boodschap van... Wacht niet met doen wat jij wil doen tot alles klopt in je omgeving. Wacht niet op het juiste moment, want het juiste moment... Dat komt er misschien wel helemaal niet. Dat mag je zelf creëren. Je mag nu al in die flow stappen die je wilt volgen. Je mag nu al die ideeën oppakken die je in je hoofd hebt. En misschien gaat het dan wat stroever en wat stugger. Omdat het nog net niet helemaal stroomt. Maar wacht niet tot alles stroomt. Want dan moet je vaak weer wennen aan de stroming. Dus het is een kaartje wat voor mij altijd zegt, gewoon doen. Gewoon doen. De omstandigheden zijn misschien niet perfect. Gewoon doen. Dat is wat dit kaartje voor mij zegt. En hier voel ik ook dat we hem af gaan ronden. Dus ik wens je een hele fijne dag toe.